een zwarte dag, hè? Ja, zeg dat wel. Ja. Weet je, je speelt na competitie, 3 wedstrijden hoop je. Al 4 jaar de eerste wedstrijd en dan heb je op zich vertrouwen. Want we stonden met een goed elftal, denk ik. Ja, en dan ga je er zo af. Dat is echt teleurstellend. Ik zei in mijn verslag ook, Fabio neemt de ploeg bij de hand. Maar het lukte niet helemaal alles, hè? Nee, het lukte niet. Het hele seizoen is het natuurlijk al moeizaam. En zeker vandaag, ja, het speelt de spanning mee bij al die jongens, ook bij mij. En ja, dan werk je echt weer keihard. Maar het kwartje is weer de verkeerde kant opgevallen. Is de spanning echt dat hetgeen de doorslag hebt gegeven? Nee, dat is denk ik niet de doorslag geweest. Het speelt denk ik wel mee bij sommige jongens. Alfia die zat er heel kort op bij jullie. Je kreeg geen gelegenheid om maar wat te doen. Hè? Want, daar konden jullie ook heel moeilijk mee omgaan. Hè? Ja, we hadden weinig ruimte om te voetballen. De eerste helft was het ook echt veel lange ballen. En eigenlijk konden we de rust niet behouden. En ja, we zijn niet in ons spel kunnen komen eigenlijk. Nee, want met name die Brian de Bruin van Alfia, die maakt het jullie heel erg lastig, hè? Ja, je weet van tevoren dat het een prima voetballer is. En dan weet je ook eigenlijk wat hij doet. Dat hij een balletje onder zijn voeten houdt en dat hij graag naar binnen komt. Maar ja, weet je, als we elkaar geen rugdekking geven en als je in het begin je rechtsback een beetje in de steek laat, dat je die laat zwemmen. Ja, dan is het een beetje eigen schuld, denk ik. En nu? Ja, de 4e klas. Ja. Met Fabian? Ja, wel met Fabian. Ik laat Kaardenkerk nooit in de steek. Nou, dat vind ik een goede instelling. Ik hoop dat je andere spelers dat ook niet doen, want je bent met elkaar gedegradeerd. Dan moet je zorgen dat je met elkaar dat je eruit komt, hè? Ja, weet je, je hebt echt geen slecht elftal. En ik denk volgend jaar, als die jongens die zouden komen nog steeds komen en de jongens die hier zijn blijven, dan moet je zo snel mogelijk weer de 3e klas in komen. Want als je in de 4e klas blijft zwemmen, dan is het heel moeilijk om er over een paar jaar weer uit te komen, denk ik. Conclusie is, je bent niet op één wedstrijd gedegradeerd. Dat heb je het hele seizoen gedaan en volgend jaar over het hele seizoen gewoon terugkomen. Ja, het is een kutseizoen geweest en volgend seizoen moeten we gewoon volle bak en dan doen wat we kunnen en hopen dat we weer promoveren. Net even kort, hoe was het in de kleedkamer toen jullie terugkwamen? Ik denk dat ik het wel kan voorspellen. Na de wedstrijd ben ik er nog niet in geweest. Ik heb een biertje gepakt en ik ben buiten gaan zitten, want ik had even een momentje voor mezelf nodig. Ja. En in de rust was het wel natuurlijk even koppen bij elkaar, want dan kan het in principe nog. Maar ja, het heeft niet meer gebaten.